voilà. Je laptop oppumpen is nog nooit zo easy geweest als met deze cuties. Right, cool. Robben? Ja, nice. Wat moet je vragen van Amber? Niks. Ze wil zich weer moeien melden van zaken. Wie zaken is dan? Kan ik niet zeggen. Anders wordt het mee in de vortex gezogen. Gaat het nog om mij? Wie weet? Meidjes. Ja, het is oké als het over mij gaat. Het is ook oké als het over mij gaat, hoor. Dat is waarschijnlijk niet het geval. Nope. Yep. Wat dan? Oké, voor de record, mij maakt het geen fuck uit, hè. Zijt je gay? Ja. Oké, voor de record, mij maakt het dus wel een reet uit. Ik heb fucking te veel moeite voor u gedaan. Allee, Rob, dus dat is allemaal energie die naar andere targets had kunnen gaan. Ja, sorry, maar... En hoe reageren de broers? Dat weet ik eigenlijk niet. Jens was chill. Maar die twee anderen... Ik vind het ook kei chill dat je gay bent. Zo in touch zijn met je gevoelens en zo. Mm. En dansen en zingen. En musicals, hè. James Cook bijvoorbeeld, grote fan, hè. En Jani, nog grotere fan, hè. En ja, Niels Stadsbader, bijvoorbeeld. Ja, smaak, klassevol. Eerlijk, soms wou ik dat ik zelf ook echt gay was. En je bent niet gay. Want Amber dacht dat... Amber? Oké, die stickers dus. Dat is leuk, hè? Ja, echt wel. Maar je dacht ook aan andere kleurtjes. Oh, misschien kunnen we een regenboogversie doen. Ja. En Amber had sowieso ook roze. Ja, oké. Maar dan hebben we nog één kleurtje nodig. Nee, komt als de sideline. Maar, hè? Ik verzin!